Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordwien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why. Dit is Noordwien. Goeie en welkom bij Noordwien. Hier hebben mij een bijzondere gast om de tafel. Ze komt uit de Doornverhoort, associeer ik haar ook heel wat mee. Het is een trotszetter, ze is intussen in de zondag. Ik neem haar echte leeftijd net, dat jet net bij een dame. Ja, maar ik ben blij dat ze er is. Ze had een eigen zaal, kreeg tenminste qua namme als eerbetoon. En ik vind het mooi dat ze er is. Nienke van Duin, mooi. Mooi. Dat je hier op tafel zit. Welkom. Ja, ik vind het leuk om hier te wezen. Hoe is? Hele eer. Nou. Ja, nou, hoe is het? Ja, ik ben just hier die west, dus van Alfred is het al een, al die verrassingen. En nou ja, echt best maar begonnen, best een rollercoaster van mij. Dus van mij, dus het leven flut me trots. Maar dan maak je mijn leeftijd wel steeds, daar ben ik trots op. Nou, zeg maar. Ik ben 74 geworden. Wat een prachtige leeftijd. Ja. Best een woord met dwaande of net? Nee. Nee, totaal net. Nee, nee. Want zo viel ik het net. Nee. Maar ja, soms wel. Maar dat ik bezig ben, dan voel ik niks. Dan, als ik bezig ben, hak ik nooit ergens pino of dan hak ik ergens last van. Dat komt alleen dat ik in de rust ben. Ja, ja. Dus dat is heel apart. Als die deljoos? Ja. Zodra ik met mijn werk bezig ben, dan hak ik nergens last van. Nee. Maar ik krijg nergens last van. Ben je product bezig nog met die werken? Of op ja. Momenten in een week? Nee, ik jouw 3 dagen les. Mandies, waarsjes en vreeds. Dus ik had 2 dagen had ik dan rust, waarsjes en toosjes. Nou, en dan, ja, dan ben ik zo volle dingen die ik dwam maat. Ik maak mijn administratie dwam, ik maak lessen voorbereiden en al die dingen. Ik ben er altijd mee bezig. Dus een rustdag is eigenlijk wel een doedag? Ja, maar, bij mij wel. Ja. En dan maak ik mijn hoesje en maatje. Daar is je heel ongelukkig bij. Vreselijk. Ja, vind je het vreselijk? Ja, vind ik vreselijk. Vreselijk, vreselijk. En ik ben wel een pietje precies, maar oh jongen, jongen, jongen. Ik had het nooit. Ja, het is echt een hoes, dat zit vol, maar dat was wel jou. Ik ben 24 en we kan je mij maken gaan, we kan je wel net haar. En de meeste kist, je komt bijna net keren. Dus, is het verzamelaar? Ja. 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 Hier wat wij, daar wat wij. Nou ja, je krijgt een hoop. En al die keer, ik hoor van oud en van grootmoeders tijd. En van finish, weet je wel, dat oude spul. Ja, daar ben ik gek op. Het is een soort museum, hartstikke. Ja. Ja, mensen die binnenkomen, die zeggen, het is een museum. Maar een stofnest, dus. Nou, nog blazen nou en dan even. Nee, dat, maar oh, vreselijk. Nou, dan weten ze dat ik. Maar als ik hier wil binnenkomen, ja, maar, want dan. Want zo erg is het net, maar het is net mijn hobby. Nee, ik ben het liefst. Ik verplaats het wat en dan wat van decoreren en al die dingen meer. Ja. Tje, en mijn broer en zijn vrouw, die mij dus gedeeltelijk. Die ben dan ook in Frankrijk en dan naar die. Oh jongen, naar die. Maar die merkt, wist wel, van die antiek. Daar in Frankrijk, nou, dat ben. Dat ben prachtige dingen. En de shuttiever is wat voor mij. En dan bellet hij me. En dan zei ik maar, ja, neem maar mij. Rob ik dan. Nou ja, zo gaat het dus. Ja. Ooit zelf wel wagen op te verhuizen naar het Boetelon? Om ergens oors te vestigen? Nee, ik had vroeger wel toch van, dat ik het uitwoon naar een warm land.
Want ja, ik kom dus uit die hippie-tijd. Ik zie vroeger een hoop op Ibiza. Nou, dat vind ik wel. Dus daar had ik toen wel een zoektocht van. Oh, heerlijk. Maar nou net meer. Ik ben op het mooiste plakje van Ljouwt, joh. Ik ben je prachtig. Ben je nog steeds hippie? Nou, nee, net echt, maar in kleding. Ik ben nou meer, ik heb altijd zwarte kleding bijna aan. Waarom? Ja, dat weet ik eigenlijk net. Omdat ik extra voor de klas stond. En mijn leerlingen heb ik al hier eigenlijk wel kledingvoorschriften aan. Bij mij maak je net in gekleurde dingen in de klas staan. Ik zag een filmpje van Omroep Friesland, Heer. Ja. En dat voel me op, dat al die bijen echt inderdaad in het zwart wien. Ja. Dresscode. Ja, knoetjes in het hier. Ja. Waarom? Ja, dan heb ik daar, dan kan ik beter, heb ik overzicht. En dan had ik die bijen dan echt, want ik ben wel een juf die het corrigeert, hè. Ik ben net een juf die het van de klas zit en dat ze me naaimaten dwaan en dat ze achter me aan huppelen en dergelijke. Ik doe het voor, eenmaal ik corrigeer en dan ren ik door de les en dan kink ik hem verbeteren. En dan heb ik een goed beeld. En als iemand in het roos zit of in het green of in het blauw of in het reed, dan stoort me dat. Ik ben heel visueel. En dan had ze een heel mooi plaatje. Ja, want je zoen hartstikke is van, het is wel een voordeel dat iedereen verschillende kleuren had. Dan kan ze beter uitkomen. Nee. Kan ze wel uit elkaar aan hun knoetjes en aan hun toetjes. Ja, echt wel. Aan hun koppen. Ja. Is je die eerste les nog herinneren die is juist om ja, om waar wie het eigenlijk? Ben je altijd bij en west? Nee, volwassenen. Ik ben letterlijk bij Ben begonnen. Want dat is wel een, dat vond ik, toch een vak apart. My band on the gong. Want ik ben natuurlijk wel een, ik ben wel precies. Ik wil net hard dat ze blessures krijgen of dat je iets verkeerds toch. En dat zoek ik net graag op mijn lever gaan wollen. En je bent wel met een lichaam bezig. Een jonge lichaam. Ja. En Ben weet vaak hun eigen grenzen nog niet. Dat bedoel ik. En die kist, nou ja, dan zei ik wel eens verknallen, vernielen. En dan zei ik ze mijn volwassenen. Nou, met jullie kan ik wel alles doen. Met jullie kan ik toch niet meer verknallen. Jullie zijn nou... fijn. Ja, nee, maar snap je de ambitie? Ja. Maar bij die jongen... Nee, ik vind met Ben maar wel voorzichtig wezen. En dat ben ik. Ja. Maar ja, tegenwoordig... Is het wel weer een beetje oors. Want vroeger, want wisselde dat zo'n knoetje hier. Dan moesten ze rug op zitten en dan trok ik er nog zo'n knoetje en liet ze eindje omheen. Maar tegenwoordig maak ik er heel erg om te denken wat ik doe. Want nou ja, je mag bijna net meer aan iemand komen. Maar daar loek ik me niks van aan. En waarom is dat? Nou, dan moeten ze rug op zitten. Ah. Want ze zitten. Ze dat is signaal, huppa. Ja, en dan wiet bij mij rechtop. Ja. Houding is alles. Ja, bliksekaten. Ja. Houding is het allerbelangrijkste. Ja. En ik is het heel oud mij worden. En ik hoop dat ik oud, nog ouder worden mij zonder achter een rollator te rennen. Zoest mijn leven kennen. Stel je voor, door 16 zijn fase van je leeftijd, dat het inderdaad al in hebt me vol. Maar dat is nog wel gelukkig. Als daar de radio wordt gewoon. Dan komt nog eens hier op visite, dat wordt goed op die post. Ja. Zo is dat mijn leven kennen? Of is dat al? Nee. Is dat voor mij al over de grens? Nee, want werd ik wij, dat is mijn. Dat, ja, dat klinkt heel raar om te zeggen, dat is mijn. Dat, ik wij op een plek. Wat ik vroeger altijd al zei, als ik oud word, dan wil ik daar oud worden. Waarom? Omdat het zo'n mooi plekje is. Ik wil het echt wel zeggen, hè, want het maakt best. Nou, om schuld te brengen, oude stad? Ja, het is het oudste gedeelte van Leeuwarden. Maar een park, een hofje en ik wijn je in een vleugel. Wist wel welke? Jawel. Ik weet net welke, maar ik denk dat ik witwest bedoel. Dat het Natuurmuseum in die hoek ja. is toe. Ja. Ja, ik vind het zelf persoonlijk een heel mooi plekje. Het is het mooiste plakje van Leeuwarden. Ja, zit ik mooi dicht bij de Prinsen. Jongen, heerlijk. En het is er heel prachtig. Ja, ik ken alleen maar zeggen, dit is het ideale plakje om te worden. Ja. Tenminste, vind ik. Ja, en ik ga een heel mooi. Ik heb wel een hele mooie woning daar, ja. Ja. En daar ben ik intens gelukkig.
En ik ben verschrikkelijk gelukkig met de neushoorn, hè, met die man. Oh jongen, ik kom er in een warm bad. Dat ben ik zo, dat, ja, het is volgens mij een beetje wederzijds, maar ik ben, ja, dat is heel geweldig. En was een eigen plaquette kregen? Ik heb nou een eigen een danszaal. Ja. Danszaal 225. En die heet nou Nienke van Duinen. Mooi toch? Ja, vind ik schitterend. Ja, dat wie overweldigend. Dat had ik nooit... ik had wel eens hoe droomd. Wat ik had wel eens in mijn zussen en mijn broer zijn. Er is één ding waar ik in het leven spiet van haar. Of spiet. Maar dat ik net een eigen studio hier. Wist wel? En nou... En nou had ik een eigen... Nou had ik, ik had een eigen studio. Ja. En het is eigenlijk nog mooier, want... Dus hing het een plaquette onderdoor en al die dingen meer. Nou jongen, meer kist je net wensen. Nee. Dus. Heerlijk. Een levensgenieter aan tafel. Dat zie ik niet vertellen. Daar word ik altijd heel blij van. Ek van de muziek, die stuurt Keers en Hast. We zetten nu daarin met... Ja, prachtig noemer. Danny Vera, Rollercoaster. Ja. Dit wist ik gewoon mooi of zit hier nog een verhaal? Nou, ik vind dat mooi, want de wereld is een beetje een rollercoaster. En mijn leven misschien ook wel een beetje. En dat, ik vind het mooi. En emotie, een gevoel, gevoelig. Ja. Vind ik prachtig. Ja. Kist er op dong als je dat noemt? Ik had proberen om met de leerlingen een doense op te dwaan. Hè, want dan maak ik... ik neem het nooit doense, ik neem het altijd combi's, combinaties. En zodra ik met straattheaters bezig ben... Dan broek ik dus een nummer en dat tel ik helemaal lukt. En dan maken ze precies dat doen en dat doen en dat doen. Maar wanneer ik dus combinaties... Hè, dan leer ik een gewoon een doense. En uit die doense die ik... mijn leerlingen oorleer, dan maak ik letter dan, haal ik stikken uit en dan maak ik dan een straattheater noemer van bij wie ze spreken. Dat is een beetje mijn manier van lesjaan en hoe ik tot iets kom. Maar ik vind Danny Vera, ja, dat is zo emotioneel en daar kan ik zelf wel op doensje, maar dat gevoel kan ik dan net oorbrengen. Ik kan een hoop oorbrengen, maar dat net. Dan had ik nog wat te weensje in de toch? Ja, maar dat had iedereen had een ogen vol. Ja. Dus, maar ik vind het wel een prachtig nummer, ja. Oe gevoelsprutsen. De volgende plaats, nummer, opname, kijk eigenlijk zussen, die we draaien kennen, is Hey Mam. Uitvierd terug Miss Montreal, maar het nummer is wel vaker al uitvierd terug Oren. Ja, dat maar weet dit, ik deze niet, uitviering ja? Vind je wel heel mooi ook, hè? Ja. Nou, tekst of het nummer? In de tekst. De tekst. En dan ben ik eigenlijk ook een beetje opkom. Want ja, ik kom natuurlijk uit een verschrikkelijk warm gezin. Mijn drie zussen en een broer. Dus en toen zitten we dus op mijn sneur naar in Grace bij het museum van Versace. En toen hingen we het extra oor. En toen zijn die van... Oh, als er iets van OMM was, dan is dat een prachtig noem. Ik denk, dat ook. Ja, je met kaas. Of een vrouw hier, mem? Is mem weer een verschrikkelijke leven, mem. Ja. Ja, iedereen. En dat had wel mijn zus een beetje van haar erft. Ik dus net. Want ja, ik ben wel gastvrij. Maar bij is mem koe alles. Alles. Iedereen koe binnenkomen. En wie het altijd... Ja, is mem weer heel leven. Een hele leven vrouw. Ja. In Brontchem. Ja. Daar ben ik geboren. Ja. En toen uit de naad, daar heb ik op squallen zitten. En ik had de laatste legere squallen, de seconde klas had ik in die oude. Toen was hij het conciërge van allemaal squallen. En toen kreeg ik, wie vroeger, dan is er een conciërgehoes bij. Ja, ja, je wint wat notabele bijna. Ja. Dus ja. Dat stelde nog wel wat voor. Ja. Ja. Nou ja, toen kwam hij dan natuurlijk... Bij die squallen, maar jou of van. En hier een jonkje hier. Dat wie wel feestje ook. Ziet er de klauwen erom vol in de band of net? Nee, net echt. Voel wat daar? Ja. En hoor weer mem er altijd. Is mem weer echt heel leven. Een hele leven vrouw. Ja, heel goed. Dat had ik wel van haar erft. Mem weer echt het centrale... Ja. Punt, absoluut. Het scharnierpunt van het gezin? Ja, tot aan haar deur. Ja. Ja, echt weer. Helemaal. Tot de laatste ademstoot. Ja, daar draaide alles om. Nou ja,
Oh, ja, is mijn wit centrale punt. Ja. Mist haar? Ja. Ja. Hey mam. Hey mam, Miss Montreal komt uit Beste Zangers. Ik loop 2020, prachtige live-opname. Het stier op het muzieklistje van mijn gast van Joert. Ja. Nienke van Dun, die de eigen plakkaat kreeg en had in Neushoorn. Want daar jalt ze nog steeds. Drie keer in de week, dansles, ja. Voornamelijk band. Nee, voornamelijk ouders. Ouders? Ouderen. Ik had twee bandengroepen maar. Nou, dat vind ik al heel wat. Ja. Ja. Dus ik had een groepje van Saïs tot Alve. Alve tot Alve. En dan nog een groepje van losgeslagen jeugd. Wie hint om Mem? Ja. Leve vrouw. Ja, speel van het gezin. Ben in brand genomen, op een gegeven moment verhuizen dus naar Ljouwert? Nee, Ternaat. Ternaat? Ja. En van daaruit wie hij gewoon conciërge? Wie hij conciërge van de... Van zijn... Hoe heet dat ding ik alweer? Oh, dat zie ik op schreeuw, maar... Zo'n waar dan koest douchen, de wie de gymzaal en de wie was vergaderingen. Hoe heet dat daar in Ternaat? Het bestaat echt nog. Multifunctioneel centrum? Ja, maar Savi dat net, dat hij toen nam. Ja. Nou, dat weet ik nog net. Ja, dat ging net opkomen. Maar zo'n dwarshoesachtig... Ja, die dwarshoes. Ja. Maar het hier nam. Komen we nog achter? Vast wel. Zie ik het nog even op. Ik ken net Sammy Schuster steeds weer, was de eerste letter. Want dan weet ik het wel weer. Hoe zus de brom op die tijd? Dus een hele warme tijd. Ja. Mem en hij het veilig. Ja. Met de zussen, Koert, Geert, Goert. Ja, en mijn broerke. We kregen nog een broerke. Ja. Hoe bist u de wereld in stap, daar wij? Oh, dat vond ik zo... Want ik wie net een dorpsbandje. Nee, ik voel het heerlijk in de stad. Vandaar dat ik... gewoon trofladderde naar Amsterdam en Oerlhenne. En, ik mijn vakanties, Frankrijk... Ik ben gek op Parijs en al die dingen. Barcelona. Maar wanneer kwam het donsje in je leven? Oh, dat kwam in mijn leven. Ik ga... Toen we in ik wil wel goed in gymnastiek. Dus want dat we in Dwarpen, als je is op gymnastiek. Kwamen we in Ljouwert. En toen kwam ik bij een gymnastiekvereniging in Leeuwarden. Want ik wil wel een Ik wie nergens bang voor, dus ik... En mijn gymnastiek, daar had ik wel een hoop. En toen was ik scout, of dat was scouten, ja, zo heet het nog net. Maar toen wie ik op gymnastiek Leeuwarden. En toen, ik ga maar een blauwe man die op Kwiek zitten. Want toen koek ik naar Kwiek. Maar daar viel ik me net thuis. En toen ben ik bij de Zwijgman gekomen. Toen had ik op wedstrijdschaatsen zitten. Bij de IJsleeuwen. Had ik echt nog die in. Reden? Ja, jongen. Och, heden. Ja, dat wie echt... koek ik heel goed. Ja, dat koek goed. Want het wie namelijk zat, dat vierde ik echt nooit. Hè. Wij wennen toen internaat. En dat wie bij dat bejaardenhuis. De speaker. En dat hij de oudste broer van ons mem hier dat bouwt. En daar wennen wij het in orde. En dan weer een sletje of een sleet helemaal omheen. En dan zette u het mijn maas. Want ik wil wel een boetenmeisje, een boetenben. En dan zette die mijn maas op het als het winter weer op die is, achter een stoel. En dan riede ik constant die rondjes daar op de spieken heen. En dat vergeet ik nooit weer. Echt weer. Ja. Dus het weer logisch dat ik letterlijk wel eens mee, iets mee reed rieden die. Ja. Ja, en toen ben ik in de doenswereld. Toen trok het uitgangsleven. En toen kwam ik Tessa Weideveld zien. En daar ben ik toen begonnen. Uitgangsleven, ja. Wat wie in dat voor... wie in dons... Tessa Weideveld, wie de beletskwallen. Dat wie van Ljouwert. En En daar ben ik toen... En dat begon maar één les. En toen week er op les week er elke dag gewoon, bijna. En zo ben ik begonnen. Ja.
Wie dat een soort openbaring? Van... Ja, oh, dat wie gewoon. Dat wie, dat, ja, dat, dat wie iets wat. Ja, er zijn meer dingen die komen dan op mijn pad, wist wel. En dan had het samen te wezen. En dat wie me dit ek. En toen dacht ik, ja, dit is het. Ik hoef nergens om te zieken in verder te van. Dit is het. Dit is wat ik wil. Want wat voor squallen zie je op dat staan? Ik zie het op ULO. Op Nederland. Want je bent... Toen werden we in Ljouwt, hè? Ja. Toen wie ik al vier. Hoe wie die oorgang? Van de Zijsland? Nou ja, ik wat vond je dus heel mooi? Ja, ik ben wel een stads... ik wie net een dorpsfamke, nee. Eigenlijk. En daar kwam ze toen achter? En daar kwam ik toen achter, ja. Dat ik een toch... Ik wie toch wat oors als... Als oors, als mijn zussen en dergelijke. Ja, ik wie meer... Ja, ja. Ik houd van gekke kleren en van, nou ja, neem maar op. Ja, ik wie wat oors en zoos. Ik hield van theater en al die dingen meer. Ik ben echt bij, want buis in hoes wie net in, nee, haar mijn zussen dat echt net, nee, net in. Ik heb ook op gitaarles zitten bij Pieter Grilk op de Willemskade. Dat wie in twee zussen uit Skimmere Koog is een oud pand. Ja. Oh, dat vierde ik echt nooit weer. Oh, wat weer dat mooi. En dan kwam ik daar binnen. En nou, en ze shirt nou mijn hoes er eigenlijk. Want toen dacht ik, oh, als ik later oud ben, dan wil ik ook zo wonen. Dan kan ik mijn kont net keren. En dan ging nou weg dit. Oh, geweldig wie dat bij die 12 vrouwen. Ja. En dan ga ik op gitaarles zitten. Dus, uiteindelijk is het dans ja, en nog eens. Muziek, theater, dat is mijn leven. Maar ik hoor echt van mode. Dus dat ja. Ja, hele pad. Muziek, nou ja, we hadden er al even over. Bij die feestje in Neushoorn is het ook draait. We draait nou ook weer de slikwerker. Wat is hier zo bijzonder om, dit noemer? Nou, de slikwerker, ik ga dus daar een noemer op maken voor Usheid. En Usheid is vroeger slikwerker geweest. En dat wie in het geboorte hier, dat ik geboren ben, in 1948... En dat, nou, daar had hij zelf vol over verteld. En in principe, wie dat voor hem ek het, dat had hij wel eens in u zijn. Dat wie het mooiste leven wordt hier, de natuur in. En nou ja, bij nacht en dag eigenlijk opstaan en iets doen. Zwier. Ja, wie heel zwier, maar u zei het wie een natuur mee. Zij koos, daar hoefde een weerman, hij hoefde die apparatuur net voor. Dus hij had geen boeten en die wist precies wat voor waar het was. Wij zeiden nog wel eens in elkaar, als hij er nou weer een kon, dan kon hij u wel vertellen dat er weer winter kwam of iets dergelijks. Zo. Ja. Waarom is hij stoppen dan, als slikwerker? Ja, dat zie je een vijf ben. En het wie natuurlijk... ik denk, dat had ze u nooit verteld, maar ik denk dat het dan echt om financiën gaat. Ja. Net, we hier een woning gezien van zo'n mensen. En, maar die periode vond hij... Dat is haar zien, ja, dat is uw huid het mooiste leven. Kijk, zoals wat ik nou eigenlijk ek mijn leven door. Ik heb echt net een vastigheid. Ik ben echt een... ik liet het echt wat, nou ja, liet het niet op me omkomen, maar... Dus ik ben echt wel wat een avonturier, maar dan op een andere manier. Ja. Nou ja, dan kan je nooit zien we er gewoon wat van Drees elke maand. Oh ja, ja. Ja, ja. Ja. Blikje. Ja, dat mag net vierten. Dankjewel, meneer Drees. Begin draaien, de slikwerker. Hij groef in het slikveld alle gar grippels. De slikwerker. Van een plaat, het heet Een Amerikaan op het beeld. Ja. En dit noemer, ja, dit speelt ook een rol in je leven. Hè? Ja, nou ja, het is makkelijk als een ode on high toen. En nou ja, ik draag zijn achternaam natuurlijk. En ik ben echt trots op dat mandje. Ja, maar hoe komen ze nou op een Amerikaan dan? Ja, dat weet ik net. Dat is even een mysterie, hè? Ja, het is daar een revue-west in beeld. Doe best in Ljouwt, ontdekst de dans. Ja. Wanneer kwam voor jou ook de oerstap om daar sinds met die leven van te meiden? Ja, nou zei het wat. Want doe best in Drachten begonnen als... Ja, toen ben ik begonnen. Maar toen... Ik lees iets van een balletjuf.
Ja, nou, saneer. Omdat komt, omdat ik letter mij ben begon. En, nou, ik wou net haar dat ze me mevrouw neemden of iets dergelijks. Ze mochten me ook net al leden, maar Nienke nemen, maar wel juf Nienke. Nou, dan ik ga me daar balletjuf van maken. Dus ik heet eigenlijk, als ik echt iets onderteken is, ik heel vaak juf Nienke of balletjuf, juf Nienke. Maar hoe is dat lonenkamp? Ja, nou ja, na dat schaatsen bij Tessa Weideveld. En toen kreeg ik daar dus... en toen ben ik dus naar Amsterdam ik vertrokken. Bij Benjamin Felixdaal en bij Barry Stevens en bij Jane Lord. En zo ben ik... En wat wie een rol bij dat soort? Ja, dat ik toch iets... Dat wie theater. Dat had ik altijd heel mooi vond. Maar dan theater net zo, maar dat ik wie net een type dat in voorstellingen voer. Want dan neem ik even Johan Greben, dat is ook een leerling van mij West, hè? Maar Johan en Yves-Guy, geweldig. En die maakt je nou al je theatervoorstellingen. Maar ik ben meer een dat zoals mijn kunstwerken erbij. Ik weet ik net hoe ik dat uitdrukken mag. Maar wat die is precies dan in Amsterdam, als net de haatrol gaat woest? Nou, lessen volg je om mijn papieren te hellen. Ja, maar dat wie het enige? Ja. Omdat ik wil benoembaarheid en bevoegbaarheden wil hebben. Ja. Omdat ik dat wil, dat is wel die verantwoording, die wil ik. Mag je geen audities dienen om nee, in grote producties? Nee, maar daar wie ik al te oud voor. Ja. Nee, daar wie ik te oud voor. Want ik wie al... Ik ben tot om mijn 18e... Ongeveer ben ik mijn schaatsen bezig geweest. En na mijn 18e, ik ben pas maar mijn 20e in de balletwereld terug te komen. Dus ik zit nu 54 jaar in de doenswereld. Waarvan 40 jaar, bevoegd en dergelijke. Maar te let, te oud? Nou, weet ik net. Of Nou, ik wie wel te oud om nog... Want dan was ze... Tijdens die... die voortgezet onderwijs... was een keuze maatje als naar de academie worst en audities kwam. Ja, en dat wie net bin... Ik ben dan... Ja, hoe neem je dat? Wat is het verschil? Wel een artistiek... Ja, oors... Ik hoor van, wat ik dit nou hier denk, al je bedrijf, met schilderijen om je heen. En ik ga een heel oud beeld erbij. Ja. Ik zoek nu van mij net in tutuutjes. En ik ga echt nooit op spitsen staan. Want daar ben ik al te oud voor. Maar als je op spitsen staat, nou, dan mag je wel zo'n goede opleiding krijgen. Maar de vrije ontwikkeling en dergelijke. En dan maak ik als, ik ben gewoon wel een, ik ga wel een amateurskwal, ja, toch? Of is dat een beetje nederig? Nee, ik voel me wel beroeps. Maar wist wel, als je op academisch zit, dan maesto, ik ga ik nooit mijn leerlingen op spitsen dienen. Nooit, nee. De Wienwollers ben en dan kwamen ze bij mij en zeiden ze, wij willen ook op spitsen. Nee, dan zei ik, nee, dat doet juf niet. Nee. Want daar hiek ik de opleiding net voor. Ja, meer van, als je toch met je goed was? Ja, bliksekaarten. Ja, want maar een goede ontwikkelen voorthouden als een van Niels zijn iemand. Kees de knieklachten, heupklachten, kees van alles krijgen. Ja, ik begin er echt net hoor. Nee, nou, dat bedoel ik maar. Maar Amsterdam, het vak leert. Ja. Op wat letter leeft dit? Ja. Dus? Ja. En van waarom het meeste leert? Hoe bedoel je dat? Nou, je komt wel eens meestal zien, dus je goh, die drukte op het goede knopje. Die hier een goed verhaal. Die begreep ik. Oh. Die had mij het vak bijgebracht van. Ja, nou ja, dat wie dus eigenlijk Benjamin Felixdaal. En ik kwam heel goed met Barry Stevens overweg. Oh jongen. En dan, goed opzitten voor ons dan. Ja, maar ek, die leerde ik. Ja. Nou ja, en dan kwamen ze al die mensen. Toen kwamen er ook al Amerikaan daarnaartoe. Jane Lord en... Ja. En hoe heette ze? Oh, ik heb zo volle nam, jongen. Jorge. Er zijn al die nam die ik... Ja. Geweldig. Ja, een hele hoop.
Je neemt les. Ja. En dan gaat erom naar Friesland. Ja. Wie dat ik voor die idee van ik hoe net de wereld in, ik mij graag reizen nee, hier. Nou, een heel probleem in de wereld west. Ja, maar ik ga wel een wollenstocht van, nou, dan kom ik echt naar Amsterdam. Maar ik kwam echt een hele hoop. Want ik ben toch les nemen gaan. Tot voor de corona vleeg ik nog op en dan naar Amsterdam. Om daar in het Amsterdamse Danscenter lessen te volgen en bij te blijven en al die dingen meer. Heb ik elke week, elke snijn, zie ik daar. Vleeg ik maar om zo'n oor, acht oor al oor afsluit ik. Maar ik toen te. Want bijvoorbeeld Johan, hè, Johan die ging dus wel naar de academie. En ik, waar is Johan? Johan Greben, dat was een leerling. En dan kwam ik heel vaak bij hem en dan slipte ik bij hem en al die dingen meer. En dan ging ik volgens mij naar het Nationaal werd hij ziet. En dan denk ik wel, oh prachtig. Maar dat was net precies wat ik wou. En toen had ik wel een titel, denk ik, ja, ik wil lekker in Amsterdam wijen. Maar toen dacht ik letter, nee, ik wil lekker in Friesland, heerlijk. Heerlijk. Nou ja, en hij zegt ook wel waarom in Friesland, hè? Hij zit ook wel hier in Leeuwarden. Ja. Wat is dat, de vertrouwdheid? Ja, weet ik eigenlijk net. Weet ik net wat het is. Kan ik die net vertellen? Nee. Ja, ik denk. Dat is hetzelfde, ja, nog spring ik van de hak op de tak. Maar ik ga nou echt een Oekraïense mem op les, maar haar dochter. En. Nou. Ik weet zeker dat die, zodra het mogelijk is, dat ze weer naar Oekraïne gaan. Zij werkt hier, dat famke zit hier op Squallen en zij werkt hier al. Haar man, zij is hier mijn, haar zoon zegt nou, haar man die brood die maakt net voort. Die maakt of in het leger of die met Jiltje. En, nou ja, en, maar zodra de mogelijkheid is, Fleurie, dat ben je roots. Ik ben daar geboren in Friesland. Ik heb ook wel eens tocht. Er staat een keer een huske vrijsteen in Brandgem. En toen zei ik, zie mijn zussen. Ik zei, dat ga ik kopen. Toen zei ze, nou, dat zal ik maar niet doen. Maar goed. Die hinder het wel trof. Ja, die hinder het wel trof. Maar het trekt wel, want wij ben regelmatig komen we dus die kant op. Want hij heeft de mema weg verstrooid en in Zwarte Haan. Dus dan ben ik regelmatig bij Jacob. Dus, ja. Wij gaan met muziek draaien. De Tiger Lilies. The Cheapest Show. Wonderlijk noemer dit. Prachtig. Ja. Vind het lekker gek. Ja. Beetje raar. Ja. Wat is het? Nou, dat is dus het optreednummer waar we uit alles trok wordt. In 2024 gaan we naar Oostende. Dan is James Ensor, dat wie een kunstenaar. En die is dan 24 jaar weer volgens. Ja, ja. En daar hebben we 15 jaar lien. Hadden we daar een optreden in. En dat had ze. Ja, dat had nogal geweldig ook. Dus dan was ze weer haar. Dus als alles goed gaat, gaan we in 2024. Of we er al die jaren heen. Want ja, we zijn al die 15 jaar ouder. Blikje piepen. En dan. Dus daar ben we nog mee bezig. En toen hadden we dat we dit noemen. Dat we daarom doen. Cheapest Show van de Tiger Lilies. En dat speelt bij mijn gast een behoorlijke rol. Want 15 jaar geleden had je een voorstelling, een donsvoorstelling die in. Ja, bij een straattheater. In België? Ja, Oostende. Hoe kwam je hem daar te longen? Ja, ik had toen een dat noemen maken. En we hadden toen ook in Leeuwarden op het straatfestivals dingen. En misschien hadden ze iets via googled of iets dergelijks. En toen ben ik vregen. Ja. En toen ben we erop afgestapt. Toen waren we 15 jaar jonger alweer. En waar is wij? Mijn groep. Ik had dus, nou ja, wat heet ik gevorderde leerlingen, maar die zitten al zo lang bij mij. En werk dus ik regelmatig de straatfestivals mee doen. Dat is wel een vaste groep. En dit weer een vaststelling, rondom een kunstner? Ja, James Ensor. Wat voor werk maakt hij? Hele enge schilderijen. Enge? Ja, ik ben hele enge koppen. Was het een horror of zo? Nee, echt dat net. Dat must shit. Als je googelt dan op James Ensor, dan kun je het precies zien. Hij heeft hele mooie schilderijen. Hele aparte schilderijen. Een hele aparte man. En
toen hier een leerling van mij, dat wie Janne van der Pol, die is trouwens overleden. En die, want het punt is namelijk, als ik optreed met mijn leerlingen, dan had ze een jongen van het zien keer haar alle groepen een masker op. En vooral die optreedgroep, die vindt dat, want als je een masker op die holle haast, dan kon ze meer dingen dwalen en gekkere dingen dwalen dan wanneer dat ze die gezicht zagen. Dus die meiden van mij, die gonden helemaal uit hun dak. Want er is toch niemand die hun herkent. Ja, de familie herkent hun wel om hun bewegingen. Maar dat vinden ze zo mooi. Ja. Want ik treed altijd mijn maskers op. Dat is mijn... Om een zo veilig mogelijk gevoel te hebben. Nou ja, ek. En bij trots is ze vrij. Ja, ze zijn vrij als een kind. En dat is prachtig. En het kist actie. En dan ondanks dat ze masker op hebben, is het zien dat ze stralen en dat ze helemaal hunzelf binnen en al die dingen. En dat is een beetje mijn handelsmerk, maskers. Ik doe alles, ik doe maar heel weinig de benders net, want die vinden dat benauwd en eng en dergelijke. Maar de volwassenen, ja. Jouw les, maar natuurlijk wordt dit verhaal over alle leeftijd, maar toch bijkomen bij die band. Herken je een talent voor het dagelijks? Ja. Wat is dat? Een manier van bewegen? Ja, maar het is... Een houding? Ja, maar dat net linnen. Het is echt... Het is echt een vorm van doorzettingsvermogen. Hoe ze binnenkomen. Nou, dat ook heel simplistisch. Maar ze binnen er altijd. Ik ben nooit ziek. Maakt het hun niet uit. En gretig. Ja, dat is heel moeilijk om schreeuwen. Dat is een gevoel. En het is maar enkel, ja? Dit ben net... Ik heb nou eigenlijk ook een peer. Dat is dan... Ja, dat ben toch wel... Dat is dan dat groepje... van Tolven tot en met Noord. Daar zit ook een peer in. Ja. Die kon dus nou ook naar de JDOF. Jeugddansopleiding. Kijk, en dat is dus wat ik heel graag wezenvol en bin. Ik ben nog een authentieke, nou ja, zeg maar oud. Tussen aanhalingstekens, zo weet ik volle, balletjuf. Maar ik weet wel tot hoe vier ik in kan. En ik is een heel warm meisje voor het vak. En ik de richting, Jan, want ik had met iedereen wel contact. Ik met de academies en met Loesje Matas en met alles. Maar we hebben hier ook een JDOF. En nou, daar stuur ik ze heen. Want die hebben weer een stapje heger om ze daar. Ik ben wel met amateurs bezig, hè. En dat wil ik extra horen. Maar ik doe wel op hoog niveau. Ik doe net amateuristisch. Dus, maar ik ben wel met amateurs bezig. En dan maken ze het verder in naar mensen die nou, academisch. En dat ze dan verdere dingen kennen. Ja. En dat is dat vind ik prachtig. Dat wil ik. En ik hoor heel erg, ja, dat meen ik echt. Nou ja, bij mij zijn er drie R'en heel belangrijk. Regelmaat, rust en reinheid. En ik hoor van normen en waarden. En dat, nou ja... De ouders vinden dat prachtig. Trouwens, mijn volwassenen ook. Maar dat is bij mij wel in het vaandel. Ja. Old school? Nou, in principe wel een beetje old school. Ja. Maar ik ben wel een hele lieve jufje. Ja. Ik ben streng, maar lief. Dat is ook streng en duidelijk dus. Ja, ik ben een duidelijke juf. Ja. Ja. Wat is dans eigenlijk voor jou? Oh, dat is mijn leven. Ja. Ja, dat is alles. Maar dans op zichzelf, hoe zoest het definiëren? Je kunt bewegen en je kunt bewegen. Ja, maar doen is net alleen het bewegen. Dat is emotie. Dat is... Wat ik zie niet zeg. Het is kunst, theater, mode. Een verhaal vertellen met je lichaam? Ja. 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 Muziek, wat is het? Ik ben doens. Ik ben, nou ja, ik ben al 24, dus ik weet best wel dat ik ook oors minder zoors. Of hoe ze het maar uitdrukken was. Maar ik ben wel een... Ja, daar ken ik echt niks aan. En dat doe ik echt net mee opzet. Maar
als iemand, ja, dat klinkt nog heel raar om daarmee op te sluiten, maar als iemand mij één keer zien had, dan ken ik hun net, maar ze kennen mij wel. En dat vind ik een heel raar verhaal eigenlijk. En dat dok net eigenlijk, maar daar kan ik echt niks van veroordelen. Wat is vandaag de ultieme dons? Ik bedoel, ik ga een mooi kaartje van mijn Noors, mijn prachtige foto overigens. Ja. Vandaag, zwart-wit foto's, die is ergens in een soort rare gekke hoeken van een. Ja. Van ja, een twee witte moorden eigenlijk. Maar er zit ook ballet, jazzdance en straattheater. Wat is voor jou de ultieme dons? Waar geniest u het meeste van? Van straattheater. Ja, is dat het? Ja. Ja. Ik had toen ook heel erg genoten van die poppen van die man uit Frankrijk. Die appartement. Weet je wel? Dat vind ik prachtig. Ja. Dat soort dingen. Want er zit, dat is net alleen douche, maar dat is, er zit een hele hoop omheen. Heel scala. Ja, dat vind ik prachtig. En om te ontwikkelen, ja. Een verhaal omheen te verzinnen, ja. Om ja. De choreografie van ja. Te doen. Ja, ja, ja. Ik zou nooit een douche alleen een keer maatje wat heel netjes en heel op een toneel mat. Dat is mijn ding net. Maar een beetje raar en woest en prachtig. Maar die choreografie, hè, dat lijkt het mij wel heel ingewikkeld. Ja, daar kan ik die next, of dat kan ik net zo goed uitlezen, want dat komt. Kijk, dit is echt wat ik doe, balletje jong. Maar dat zezen, dat meisje de choreografie, dat is wel leuk om dat te zezen. En dan snappen de leerlingen het net. En dan roepen ze, oh, het heeft juf zeker weer in bed gemaakt. Want dat zei ik dan wel eens. Maar hoe geeft dat in bed? Hij dan de eigen ticht en schuft de beweging nee, en alles klaar? Ja, ik lees in bed en dan krijg ik ideeën. En die ideeën, die en dan wil ik, nou ja, ik sliep soms ook wel eens onrustig. En dan wil ik midden in de nacht wekken. En dan schreeuw ik het op. En dan denk ik, oh ja. En dan daarna, dan kijk ik, zou weer in sliep vallen. Maar waarom naar het dons? Ja. Balletje jong. Ja. Ja. Dat is een beetje slogan. Ja, ja toch? Dus, want ja, mijn leerlingen worden echt steeds ouder, hè? En, nou ja, dat is wel uniek. Ze blijven gewoon bij me. Er ben ik gewoon die komen en die vertrekken. Want ja, het klikt. Want ik ben wel iemand. We moeten. Ik ben streng, rechtvaardig. Maar we moeten wel plezier hebben. Want dat is kunst. Kunst is prachtig. Maak het net uit wat voor kunst er dorst. Ik vind de kunstvorm gewoon prachtig. Ja. Met een grote K. Wie het alleen constateert, dus is het heel erg een Frieslandfest. En het gevoel van ja. Brandgem, Ljouwt, ja. Naar, ja. Best, ik wist. Ja. We draaien muziek van de Slikwerker. En toch denk ik altijd bij Friesland en dons. Moeilijk. Ga je altijd heel erg die best doen, maar om die verhaal u te lezen? Nee, net echt. Is Friesland een dons provincie? Nee, nou weet ik eigenlijk nooit hoe uit, toch? Dan maak ik een wekker van een huidje. Nou brengt me aan het denken. Ik ga er nooit hoe uit, toch? Ik ga het altijd heel normaal voelen. Ik ga wel meer dingen normaal voelen wat een oor mensen net normaal vindt. Maar dat vind ik wel normaal. Maar ja, wat is normaal? Ja. En ja. Friesland is net een achtergebleven gebied. Het is, als het al goed nagoest, is Friesland toch wel heel bijzonder en heel mooi. We hebben hele mooie plakjes. En vooral er in het noorden, dat vind ik wel. Dat is nog heel wijds en heel echt. En ik ben echt net een natuurfreak. Ik ben net een helemaal net. Maar ik vind wel de natuur, ja, ik vind het wel heel erg mooi. Oh ja, ik heb ook wel eens een keer zijn vroeger. Want ik wie natuurlijk ook wel een type. Ik zie het een hoop in Zandvoort. En dan ga ik al, ik kijk wel eens een keer op. Dan wil ik hier een hutje op vier palen. En dan wil ik in Zandvoort een hutje op vier palen. Ja. Dat ga ik altijd wel heel mooi voelen. Bij de zee. Bij de zee. Ja. 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 We gaan nog hier een nummer draaien. Die twee. Ja. Vogels. Ja. Ik ken Knij Jacob ook. Een van de twaalf leden? Ja, van vroeger. En die koersje heet heel goed.
En nou, dat vind ik vind het wel een heel mooi. Ik vind het wel een, ik vind het een prachtig nummer. Ik wil van mij wijds en uitvliegen. En ja, ik had dat een heel mooi. Ik vind het prachtig. Dat vind ik wel een mooi einde. Ik dacht, ik wil iets mij mijn ordelijk hoogste meidje. Ja. Dank u wel. Nou, graag dingen. Ik vond het leuk. Ik ook. Ja, ik ook. Kom aan in mij bij de hoorn. Liet het kind het zwier en dreig verstom. De zinnes kind, ja, die kind ik vaardij. Joïe daar zelfs en viel daar voor vrij. Joïe daar zelfs en viel daar voor vrij. Harder intens en daar donker en zadel. Luister je dan?